Voormalig café Extase gekraakt. Politie valt pand binnen. De bekende honigtoren blijft toch gespaard. En één groot feest op Bolderpop in Druten. Dit is het RN7 Regio Nieuws van maandag 24 oktober. Het voormalige pand van café Extase in Nijmegen is gekraakt. Sinds afgelopen donderdag verblijft er een groep krakers in het gebouw van de ooit iconische uitgaansgelegenheid. Ze stellen zich voor als een diverse groep met verschillende achtergronden die alle worden geraakt door de woningnood. Het pand aan de Grote Straat staat al 2 jaar leeg en dat is een doorn in het oog van de krakers die zelf geen woonruimte kunnen vinden. Ze beschouwen de voormalige kroeg nu als hun nieuwe huis. De politie heeft het pand maandagmiddag ontruimd. Dit gebeurde afgelopen weekend ook al, maar de krakers keerden tot nu toe telkens terug. Je mag toch niet zomaar kraken? Nee, maar ik denk dat dat een heel politiek beladen keuze is geweest in 2010 met de ingang van het kraakverbod. En daarvoor zijn ze heel lang bezig geweest met een schappelijke wijze manier te vinden om toch krakers te kunnen de ruimte kunnen geven, omdat het gewoon een maatschappelijk fenomeen is en blijft. Leegstand is groot, woningnood is natuurlijk ook een probleem. En die twee factoren bij elkaar, die komen dan samen in het kraken. Dus de mensen die hebben een dak boven hun hoofd nodig, wat een logische behoefte is voor de mensen. Mm-hmm. En zolang de leegstand is en de woningnood is, dan zal er gekraakt worden. En ik heb gelezen dat deze mensen deze ruimte niet alleen voor hun woning willen gebruiken, maar ook voor weggeefwinkel of een volkskeuken. Dus een groter maatschappelijk belang willen dienen. Vanaf komende dinsdag zijn er vluchtelingen welkom op de voormalige manege in Brakkestein. De gemeente Nijmegen heeft deze locatie beschikbaar gesteld om de druk op Ter Apel te verlichten. Zondag kregen buurtbewoners en de pers de gelegenheid om een kijkje te nemen op deze opvanglocatie. In totaal zal de manege ruimte bieden aan 225 vluchtelingen. De manege zelf biedt 75 plaatsen. Een naastgelegen paviljoen breidt dit met nog eens 150 plaatsen uit. De manege was eigenlijk te klein, dus we hebben er een tent bij gezet om naar die 225 personen te gaan. En de manege alleen optuigen, ja, dat had niet zoveel zin. In principe hebben we als gemeente Nijmegen gezegd, iedereen is welkom. Maar de manege is uitermate geschikt voor families, vrouwen, kinderen. En de tent is geschikt voor alleen reizende mannen. Ja. Zo zijn er in de tent 8 bedden per sectie en in de manege slechts 4. Zo hebben gezinnen net iets meer de ruimte in hun persoonlijke verblijf. Uiteraard zijn hier ook de nodige stroomvoorzieningen aanwezig, liggen de eerste levensbehoeftes klaar en wordt er gezorgd voor een internetverbinding. Al met al maakt Nijmegen dankbaar gebruik van de ervaringen die in het verleden al zijn opgedaan, bijvoorbeeld in Heumensoord. Ja, we hebben wel de tent beter geïsoleerd, de vloeren, dus dat, we hebben wel een vertaalslag gemaakt, ja, met kennis van Heumensoord, zeker. Dit gaan we ook meemaken. Op het moment dat het lawaaiig is, of ja, kunnen we met doeken nog dingen scheiden. Op dit moment denken we dat het goed is, maar dat gaan we straks meemaken en daar gaan we op anticiperen. Na de rondleiding voor de pers zijn ook buurtbewoners welkom voor een bezoek. Tot nu toe zijn er vanuit hen geen bezwaren binnengekomen. We hebben wel wat reacties gekregen, maar ja, eigenlijk na vanmiddag weet ik wat de reacties zijn. Dus we weten wat reacties van mensen die het heel leuk vonden, maar ook wat reacties van mensen die wat zorgen hadden, wat we ook begrijpen. Maar ja, de rest van de buurt ga ik nog ontmoeten, dus ik weet het nog niet. Okay. En wat voor zorgen hadden ze al, die al bekend zijn? Nou, over 's avonds en mensen die buiten het terrein zijn en wat we gingen bouwen. Ze wilden gewoon even weten wat we hier gingen doen. De vluchtelingen die op de manege zullen gaan verblijven, mogen overigens vrij het terrein op- en aflopen. Hiervoor krijgen zij ook een toegangspas. Wel wordt geadviseerd om na 10 uur 's avonds op het terrein te blijven. Het terrein wordt daarbij ook 24 uur per dag bewaakt. Het is nog onduidelijk tot wanneer deze opvanglocatie precies actief blijft. Officieel zou het tot 1 januari zijn, maar met deze regering is de vluchtelingencrisis niet opgelost voor 1 januari. Dus mijn gevoel zegt dat ze tot max 1 april hier zijn. Het was misschien wel het meest vervallen en armoedige deel van Nijmegen, maar volgens velen was de sfeer er beter dan waar ook in de Waalstad. De oude benedenstad die na de jaren 80 vrijwel geheel is verdwenen. Een expositie van het Regionaal Archief Nijmegen toont de verdwenen benedenstad die nog altijd gemist wordt.
Dat was niet zo best hoor, vroeger deze buurt. Ik woon de vele jaren daar in de oude stad. In de Nijmeegse benedenstad leefden de meeste mensen voor de oorlog van een uitkering. En toen zei je wel te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven. En toch was de sfeer goed, hè? Ja, heel goed. Ze deelden ook alles. Ze deelden van hun armoede. De deur stond open, maar er was ook niks om te jatten. Na de oorlog ging de verpaupering van de benedenstad verder en verdwenen de meeste historische panden. Tot verdriet van veel bewoners. Zo was het in de voor de oorlog. En zo had het volgens velen moeten blijven. Nou, als je dit hier ziet, namelijk met de Sint-Stevenuskerk. Ja, dat is toch uniek voor Nijmegen. Zelfs deze winkels dreigden te moeten wijken voor woningbouw. Maar daar hebben de ondernemers een stokje voor gestoken. Voor 25 jaar terug, zei ik al, dat werd de PC-hoofdstad van Nijmegen. Maar ja, iedereen lachte me uit. Maar toen begon ik al met saneren van de horeca. En zo had er volgens velen meer gered moeten worden van de oude benedenstad. Misschien is er ook wel iets te veel gesloopt, inderdaad, zeker. En als ik zo eens terugkijk, waar ga je niet dan vlug? Dat is vergaande glorie. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Ontwikkelaar Lingotto heeft samen met Expo Bart de oudste delen van de honigfabriek gekocht. De plannen zijn ontwikkeld samen met ondernemers van het eerste uur, waaronder de Meesterproef, Oershoep en de Smeltkroes. Lingotto gaat de oude gebouwen renoveren voor de ondernemers die daarin een permanente plek zullen vinden. Hiermee blijft de iconische honigfabriek, inclusief de hoge honigsilotoren, behouden voor de stad. Afgelopen vrijdag zijn de contracten voor de koop ondertekend. Afgelopen week is er gestart met het ophangen van de kerstverlichting in de Nijmeegse binnenstad. Deze brandt vanaf nu tot medio januari 2023. Om het energieverbruik te reduceren, zijn de brandtijden van de kerstverlichting, die voor een groot deel is aangesloten op tijdklokken, ingekort. Daarmee zal een groot deel van de verlichting om 11 uur 's avonds uitschakelen in plaats van 1 uur 's nachts. Hierdoor zal het verbruik met 35% afnemen. Daarnaast is alle verlichting van duurzaam LED, wat sowieso al zorgt voor minimaal stroomverbruik. NEC wist weer niet te winnen zondagmiddag thuis in de Goffert. Dit keer was Go Ahead Eagles de tegenstander. NEC kwam al snel op voorsprong, maar verslapte daarna. Door fouten achterin kwam NEC zelfs op een 1-3 achterstand. Uiteindelijk wist NEC nog in de blessuretijd een gelijkspel binnen te slepen. Invaller Felipe Sendler maakte de gelijkmaker voor de Nijmegenaren. Ik weet dat Oes natuurlijk een geweldige trap heeft. En dan moet je gewoon aanwezig zijn voor de goal. En ik had het gevoel dat hij bij de tweede zou komen. Of bij de tweede paal. En ik knik hem volgens mij wel oké binnen. NEC heeft inmiddels 9 keer op rij niet gewonnen in de competitie. Door op het laatste moment nog een gelijkspel binnen te slepen, lijkt voorlopig een crisis afgewend. Zondag speelt NEC uit tegen PSV. De voorbeschouwing zie je vrijdag bij ons. Niet alleen Nijmegen, maar ook Elst was een belangrijke locatie in de Romeinse tijd. Veel sporen hiervan zitten daar nog in de grond, maar men vindt het belangrijk dat dit ook boven de grond zichtbaar is. Daarom organiseerde Elst het Romeinenfestival. Dit verspreidde zich over Park Lingenzegen, de Grote Kerk en het plein aan de Dorpsstraat. En als je het over erfgoed hebt, dan heb je het over onder andere al dat moois wat hier vandaag door springlevend verleden. Ja, dankjewel dat je het wederom hier allemaal neer hebt kunnen zetten. Wij vinden het als gemeente ook heel erg belangrijk dat we onze Romeinse erfgoed ook meer zichtbaar maken voor onze gemeente en voor onze inwoners. En dat wordt heel erg lastig als het allemaal onder de grond ligt. Dus ja, dan brengen wij boven de grond. En dat is onder andere hier achter mij te zien met de Romeinse markt. Weet je dat? Hoe belangrijk Elst eigenlijk was in de Romeinse tijd? Nou, zeker heel erg belangrijk, omdat hier een Gallo-Romeinse tempel gevonden is. En dat betekent wel dat het een van de speerpunten is vanuit de Romeinse limes. De Romeinse grens die daarin gelopen heeft en die loopt hier langs.
En omdat hier een tempel gebouwd is, is het ook een hoogwaardig punt geweest binnen het Romeinse Rijk. Ook had Elst een andere naam in de Romeinse tijd. Deze zou eigenlijk tijdens dit evenement worden onthuld, maar dat is toch niet doorgegaan. Er is namelijk te weinig zekerheid over of de naam wel juist is. Schrijver Jan Verhagen deed er onderzoek naar en heeft wel een idee. Ik heb in mijn proefschrift, ik ben onlangs gepromoveerd, heb ik onder andere dus iets onderzocht wat betreft de naamgeving van verschillende Romeinse plaatsen in het oosten van Nederland. Maar op basis van de gegevens die we hebben, is het meest waarschijnlijke dat Leve Ifanum Elst is. Wat hoopt u met dit evenement te bereiken? Bekendheid richting inwoners. En vooral de prachtig mooie Gallo-Romeinse tempel die we hebben, wat UNESCO Werelderfgoed is. Van de oudste tempel uit 50 is er nog een vloer en een fundament te zien. En van de jongste tempel, nou ja jong, hij is uit het jaar 100 na Christus, daar zijn nog dikke fundamenten van te zien die tot 3 meter hoog zijn. En je loopt hier als het ware door de Romeinse tijd. En wat maakt deze kerk dan zo bijzonder? Deze kerk is zo bijzonder omdat we hier 2 Romeinse tempels kunnen bezoeken die sinds 2021 tot de UNESCO Werelderfgoed behoren. En dat gaat dan om het hele verhaal van deze plek, maar met name de Romeinse tempels. Zondagmiddag werd in Druten de 17e editie van Boulderpop georganiseerd. Dit kleinschalige muziekfestival richt zich op mensen met een beperking die er de dag van hun leven hebben. Dit jaar vond het evenement plaats op het Pax Christi College en waren er optredens van onder meer het Feestteam, Django Wagner en de Gebroeders Rossig. Ja, la, la. Onze doelgroep die wil elk jaar een uitje waar ze naartoe kunnen leven. En dat doen ze inmiddels al 17 jaar. We zitten 17 jaar, dit is de 17e editie. En die was voor het eerst compleet uitverkocht. Binnen 3 weken waren alle kaarten verkocht, dus ja. Vandaar. En wie is jullie doelgroep? Bewoners van Cerelo. Dat is van origine de doelgroep. En onze doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperking. En wat is er vandaag allemaal te doen? We hebben vandaag een hele mooie groep aan artiesten. Jochem van Gelder die praat alles aan elkaar. Hè. Hij is ook een van onze ambassadeurs van Boulderpop. Dus ja, we zijn ook heel blij met al die mensen. En we draaien natuurlijk ook op een ontzettende mooie groep vrijwilligers. Ja. Het leuke is van de mensen die vandaag ook hier waren, die hebben geen belemmeringen. Ik heb zelf, als ik feest vier, dan denk ik, nou, we zullen andere mensen dan niet denken, niet te uitbundig. Deze mensen gaan gewoon helemaal los. En dat maakt dat Boulderpop ieder jaar een fantastisch feest is. En ik weet niet hoeveel jaar ik het nu al mag presenteren, want dat is een voorrecht om het te mogen presenteren. Maar het is ieder jaar ook weer een zondag waar ik naar uitkijk. Ik denk, oh gezellig. En dan ben ik benieuwd welke artiesten er zijn. En dan zie ik al mijn vrienden weer. En ik ken ze niet allemaal bij naam. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dan is het weer zo hartelijk. Dan is het weer alsof we elkaar... Maar dit is ook zo, we hebben een jaar niet gezien hebben. Maar dat maakt Boulderpop tot een fantastisch feest. Ook voor mij en ook voor alle artiesten. Geweldig. Ja, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Dus, Ik vind het echt helemaal geweldig. Vooral dat er een grote artiest komt. Nou, helemaal geweldig toch voor zulke mensen. Het is echt een groot feest. We hebben een meet and greet waar we jaarlijks hebben. Een fotograaf uit Druten die foto's maakt met de artiesten, met de bewoners. Ja, daar leven ze naartoe. Ja. Maar die is ook leuk, en dat mag best wel een keer gezegd worden, door de fotograaf. Stan van der Hurk. Die viert iedere foto die gelukt is, alsof het een doelpunt is. Dus ja, ik heb weer foto's van hem gemaakt. Maar iedere keer als er foto's, daar staat hij zo. En ja, dat maakt het nog leuker. Lieve mensen,
lieve Poldermotters. Wij willen jullie bedanken. Jullie waren een fantastisch publiek. En geef een heel groot applaus aan jullie zelf. De afgelopen 24 uur was het weerbeeld vrij fel met de nodige regen- en onweersbuien. Natuurlijk levert dat ook mooie plaatjes op, zoals deze. En de komende week zal het weerbeeld wat rustiger worden en wordt het zelfs aangenaam warm. Morgen heeft vooral het noorden nog te maken met enkele buien. De rest van het land blijft het overwegend droog, met een mix van zon en wolken. De wind neemt geleidelijk af en de temperatuur komt gemiddeld uit op zo'n 16 graden. Ja, ook in onze regio blijft het morgen droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Bij ons doet de temperatuur er nog een schepje bij en wordt het 17 graden. De dagen erna wordt het telkens iets beter. Een enkele bui is niet geheel uitgesloten, maar droge periodes zullen overheersen. De temperatuur gaat flink omhoog. Aan het einde van de week kan het zelfs 23 graden worden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio via onze app en site rn7.nl. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!